Nee, Erik, we praten alleen maar na met de trainer van Nunspeet, met Lucas Hoekman, over de wedstrijd Nunspeet tegen Bol vanmiddag. Ja, persruimte heb jij het over. Nou, we zijn hier gezellig in het business zone van de voetbalvereniging Nunspeet hier bijeen. En dat is de gebruikelijke plek dat we napraten over de wedstrijd. Ja, de wedstrijd eindigt hier vanmiddag in een 0-1 overwinning voor Bol. Nunspeet hield het heel lang vol op die 0-0. Lucas, bijna een stunt, hè? Nou, ik wou het geen stunt noemen. Ik bedoel, Nunspeet heeft ook een prima ploeg. Maar inderdaad, Bol is verreweg de best voetballende club van onze afdeling, van onze competitie. Dit is ook in het begin zien. Hè. Ze creëren gelijk een paar halve kansen en een hele kans. Daarna krijgen wij een hele lullige penalty tegen. Vond ik vreselijk onterecht, omdat eigenlijk gleed Fabian ook uit en nam die vent mee. Ja, die stond prima te keepen. De hele wedstrijd trouwens. Die stopt die panel. En we kwamen langzaam terug in de wedstrijd. Creëerde niet heel erg veel, dus zeker de eerste helft niet. Maar gezien de teamprestatie was de 0-0 die was prima in de rust. Ja, en aan het eind uiteindelijk dan toch wat Bol aan het langste eind trekt. Maar een gelijkspel was misschien toch wel verdiend geweest. Zeker als je kijkt naar het spel van Nunspeet in de tweede helft. Nou, ik denk, we waren tot aan de rust gekomen inmiddels. Maar de tweede helft was een gelijkwaardige wedstrijd. Ik denk zelfs wij ietsje meer balbezit waarschijnlijk. Geen kansen meer weggegeven. En ja, dan hebben we zelf pech. En we zitten ook een beetje in een situatie waarin we pech hebben met blessures van jongens. Vandaag weer Melle die er ongelukkig uit moest. Daar worden we niet echt sterker van. En dan bal op de paal. Die ene was zelfs paallat. En ik denk als we hem maken, dan is er ook een goede kans dat we hem winnen. Want zo'n wedstrijd was het ook. Wie hem maakt, die wint hem waarschijnlijk. Wat was het strijdplan voor vandaag, Lucas? Nou, toch zo hoog mogelijk druk zetten. En allemaal gelang de kracht van de tegenstander iets lager op het veld. We speelden vandaag met twee spitsen, vier middenvelders. Nou, dat qua organisatie, qua compactheid, hebben die jongens gewoon hun stinkende best gedaan. En dat is zeker een goede zaak voor de komende weken. Ja, want als we vooral kijken naar het verschil tussen de eerste en de tweede helft, Nunspeet gewoon veel feller, veel meer op de bal in die tweede helft. En daar moet je het van hebben. Dat is voor ons een belangrijk punt. Maar ik vond ook al in de eerste helft dat gebeurde. Dus, na het eerste kwartier, na de penalty, daar kregen we misschien ook even een boost van dat die gestopt werd. Kwamen we beter in de wedstrijd. Maar nogmaals, deze ploeg had geen zwakke punten. In de zin van, er was geen speler die niet iets met een bal kon. Op iedere positie. Ze bleven komen, hè? Dat deden ze goed. Maar wij verdedigden ook goed. Want wij hebben na die beginfase volgens mij weinig weggegeven. Melle van der Wouden, moeten we die nu toevoegen aan het lijstje met geblesseerden? We hebben ook een medische staf. En Melle moet een beetje op hemzelf passen de komende dagen. En dan hoop ik gewoon dat hij volgende week weer aan kan sluiten. Ja, want Dominique van der Gift is geblesseerd. Noah Mulder is geblesseerd. Als we kijken naar de bank vanmiddag. Ja, dat is een hoog gehalte tweede helftal spelers. Als ze goed genoeg zijn, dan moeten we ze oproepen. En dat hebben we gedaan. Er zijn ook jongens die regelmatig meetrainen. Ja, je had ze ook nodig, hè? We hadden ze vandaag nodig. Alleen, we konden ze, gezien de wedstrijdverloop, waren er geen zaken om ze in te brengen. Maar als het moet, dan moet het. Als we even kijken naar het vervolg van de competitie. De verschillen zijn wel heel erg klein. Hè? De druk van onderuit is heel groot. Nou, al onze concurrenten voor de derde periode krijgen Bol nog. En als Bol dan de derde periode gewoon wint en kampioen wordt, zijn er nog allerlei opties voor ons. Volgende week LSC Nijkerk uit, Lucas. Alle wedstrijden zijn zwaar. Maar ook, dat geldt ook voor onze tegenstanders. Kijk, in de rust zeiden we tegen elkaar, we zijn gewoon een tegenstander die moeilijk te verslaan is als we allemaal ons best doen. Als we allemaal de intensiteit leveren, doen wat we moeten doen, dan zijn we moeilijk te verslaan. Nou ja, dat is ook wel gebleken. Hè? Bol maak je het lastig, de beeld is lastig gemaakt. Montfort ging hier met een 3-0 nederlaag naar huis toe. Juist tegen die hoger geplaatste ploegen doen jullie het telkens heel goed. Ja. Dan hoef je ook iets minder het spel te maken natuurlijk. En dan krijg je ook meer ruimte. Maar vooral tegen de mindere ploegen hebben we te veel punten verspeeld, Fred. Heb je daar al een verklaring voor? Een verklaring, laat ik zeggen dat we niet altijd in zulke wedstrijden, kijk als je die beginwedstrijden, de beginfases van die wedstrijden ziet, laten we 100% kansen liggen. En niet één, niet twee, maar soms drie in de eerste 20 minuten. En we krijgen dan vaak een lullige goal tegen.
En dan, dan wil het wel eens dat we dan dat meenemen in ons hoofd. En dat we de wedstrijd verliezen. Ja, ja, dat is voetbal, hè? Want ja, het geldt natuurlijk de ongeschreven wetten. Als je zelf niet scoort, doet de tegenstander het wel. Dat hebben we hier thuis een paar keer gezien. En vanmiddag weer. Ja, maar ik heb toch van deze wedstrijd hou ik een goed gevoel over voor de komende weken. En dat had ik minder toen ik thuis kwam na de vorige twee thuiswedstrijden, want daarin gaven we gewoon de tweede periode weg. Heeft daar niet te veel dan die tweede periode een rol gespeeld? Nee, want je wil elke wedstrijd winnen en elke wedstrijd begint met 0-0. En die jongens die komen hier naar Sportpark, die hebben een week keihard getraind, dus dat maakt geen verschil. Oké, okay, volgende week NSC Nijkerk uit, dan ja, op naar de drie punten, maar hè, die hoog nodig is. We moeten wel punten pakken, ja. Dankjewel, Lucas. Dat was het napraten over de wedstrijd Nunspeet tegen Bolbroek op Langendijk. Vanmiddag helaas verloren 0-1. Maar Lucas Hoekman, de trainer, houdt een goed gevoel aan deze wedstrijd over. Tot volgende week weer uit bij NSC Nijkerk.